Youfollow.net is een bediening wat een klomp organisaties betrekt. En jylle as een gemeente kan ook hierbij betrokken wees om Caring Friends naar voren te brengen. Dit is internetsendinge wat mensen kan antwoord, wat op die internet voor ons brieven skryf en voor ons vraag. Nou, hoe kry ons hulle daar? Deur ons webwerf of ons webkanaal. En die naam daarvan is www.youfollow.net. Ons het daar klomp klein video's wat ons vertoon. En mensen kan vraag. En hulle kan vir ons kontak. Ons het nou een paar dagen geleden youfollow.net gelanceer amtelijk. Nou in hierdie fase wat ons nou eindelijk maar net toetsuitsendings gedoen het, het ons al reeds 50.000 besoeken gehad in oktober maand. Daar is omtrent 25 lande waar mense ingegaan het op die webwerf. Ek is baie blij om vir julle vanmorgen hier te groet uit Europa, waar ek die vorig het om een wonderlijke conferentie bij te woon van mense wat hulle daarvoor beijver om godsdienstvrijheid in die wereld te verbeter. Dit is omdat ek deel is van die Religious Liberty Commission, ek is die Suid-Afrikaanse voorsitter daarvan, en ons is deel van een wereldwye netwerk van mense wat oor hier goed saamwerk. En dan is ons betrokken by SAWI. Dit is my hoofaktiwiteit, die Suid-Afrikaanse aksie vir wereld evangelisasie, waardoor ons gemeentes mobiliseer om meer betrokken te raak by wereldsending. That is why we celebrate tonight God bringing into existence this ministry of SAWI. En een van die organisaties waarvan ek in Suid-Afrika raadslid is, is geopende deure. En hier op hulle stalletjie het hulle onder andere die lys van die lande waar die ergste vervolg word in die wereld, met Noord-Korea heel bo-aan. Ek het ook hier die betrokkenheid by Radio Kansel en my wekelikse program, sy naam is So Stuur Ek Julle, dis 12:30 per week, wat onlangs vervroeg is van 10:00 op een sondagoggend na 9:30 op een sondagoggend. Baie van die beeldmateriaal wat ons in die conferentie sien, oor wat nou in die Midde-Ooste aan die gang is, kom van een vennoot van SAWI, en dit is SAT-7. SAT-7 is een internationale christelike satelliet televisiedienst wat in Cyprus gebaseerd is, en waarvan ons nou al omtrent 15 jaar lang vennoote is. Julle ondersteun ons en ons sê vir julle baie dankie daarvoor. So ek wil vir julle baie, baie dankie sê, vir julle gebede en vir julle ondersteuning, en die feit dat julle al hierdie dinge help moontlik maak, deur agter Christine en my te staan.